Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom 2 video. Maar wacht, we zijn in de lobby. Waarom zijn we in de lobby, Jeremy? Nou, we zijn in de lobby omdat ik jullie eventjes wat wil vertellen. Want sinds afgelopen paar dagen, denk ik, ben ik DDG moderator geworden. En ja, zoals je kan zien. Dus ik ben vanaf nu DDG mod. Ik moderator Kingdom 2 en Kid PvP, dus de minigames. Wat ik vooral doe is dat. Dus ik was gevraagd omdat er heel veel mensen van het team geliefd waren. Buiten dat, het is een nieuwe Kingdom 2 video. Dus we zijn weer bij een nieuw stukje aangekomen. Dit is het dorp van een van de spelers. Acte Milan of Diamond Tiger King of Krijger Milan. Ik denk niet dat hij dat leuk vindt. Ligt op het Oosteiland, volgens mij. Als ik het goed heb. Dichtbij de stad waar Stefansstad komt. Die ook gaat komen. Dus zoals je kan zien, dit is het eigenlijk. Dit is de muur van dat dingetje. Van dorpen willen we graag dat het niet altijd veel te groot wordt. Zeg maar zo'n muur. En het dorpje zelf moet ook een beetje klein blijven. Je moet zeg maar wel nog gezien dat het een dorp is en geen stad. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Welkom in Promethea. Welkom in Promethea. Dus de stad heet Promethea. Waarschijnlijk staan hier de regels. Niet mine. Oké. Dat zijn in ieder geval de regels. En ik ga heel even laten zien wat hier allemaal is. Hier moet denk ik nog wat komen. Nou, dit is een beetje zo'n normaal huisje. Als je een huisje wil kopen hier, vraag het vooral eventjes aan Acte Milan. Kan je waarschijnlijk wel een huisje voor niet zo heel duur hier zo kopen. Omdat het ook best wel ver weg is en het is ook een dorpje. Maar we gaan hier eventjes doorheen lopen. Dan laat ik het gelijk even zien. En dan zeg ik jullie ook gelijk dat je kan zeg maar dorpjes maken. Maar dan moet je wel lid zijn van het bouwteam. En je moet ontwerpen hebben voor je dorp of zo. Maar volgens mij heb ik dat al een keer verteld. We gaan eerst eventjes een beetje de kant op van iets anders dan zeg maar niet het soort van hoofddingetje hiervan. Dit zijn een beetje dus de huisjes zeg maar van het dorpje. Hier is een soort van marktplein met een zo'n fontein ding. Het ziet er op zich wel gewoon eens uit. Het ziet er ook echt uit alsof het zeg maar gewoon zo'n dorpspleintje is in plaats van een stadsplein. Het zijn trouwens ook in Kingdom zelf zijn heel veel dingen veranderd afgelopen tijd. Heel veel mensen zijn weggegaan en heel veel mensen zijn er ook bijgekomen en koningranks en hertogranks zijn allemaal een beetje veranderd. Nieuwe erbij, nieuwe eraf. Zoals je ziet, Ayo's koning, dat was helemaal nog niet. Just 010 is ook koning. Ik weet niet waar dat stond. Maar dat is dus allemaal veranderd omdat er wat dingetjes gebeurd zijn binnen DDG shit. Onder de koning en hertog en ook onder de mods. Dus daarom zijn er wat dingetjes, aanpassingen gemaakt. Mark, koning van Tilivia, is sinds kort projectleider van Kingdom 2. Dit is zeg maar nu van Mark. Mark beslist wat hier gebeurt. En ik denk dat nu Mark erop staat, er echt vette shit gaat komen. Dus blijf vooral Kingdom 2 spelen als je echt toffe events en zo wil meemaken. Want ik beloof je dat het echt goed wordt. En zo niet, dan moet je mij maar aansprakelijk stellen voor de fouten die Mark heeft gemaakt. Dus we gaan verder met het bekijken van dit gat. Dit is zeg maar, volgens mij, het gaat een beetje denk ik omdat hij is kranen, weet je wel, nieuwe eeuw. Ik speel trouwens eventjes in een andere texture pack, als jullie dat niet zien. Deze vind ik wat fijner. Ik kan wel in Johnny Smith, weet je wel, maar dat weet je wat, voor jullie ga ik even naar Johnny Smith. Hier zijn we dan in Johnny Smith en we gaan verder dan. Het is gelijk heel anders, mijn ogen moeten gelijk wennen aan hoe dit er allemaal uitziet. Maar dit is natuurlijk wel meer Kingdom dan dat de zwakste texture pack is, want dat is de andere texture pack die ik had gebruikt. Dit is dus zo'n mine hier zo in het midden. Dit is helemaal uitgegraven. En het is een beetje zeg maar op thema gemaakt dat hier echt zo'n minersachtige shit en zo is. Dit vind ik op zich wel, vind ik goed bedacht. Een keer wat anders dan een dorpje met alleen maar huizen en zo. Dus nice. Goed bedacht. Als je zo'n ore mined trouwens, dat checken wij natuurlijk. Dus going back up here is er denk ik wat meer. Ik doe al nog een extra rondje door de stad in verband met Johnny MG Smith texture pack. Dit is gewoon zeg maar een beetje. Dit zijn gewoon weer de normale huizen en hijskraan. Volgens mij stond daar net ook daar ook een hijskraan. Loop gelijk die kant op, want daar is ook de haven die ik wil laten zien. Wat wel een beetje een hele grote haven wordt. Het is trouwens nog niet helemaal af, moet ik erbij vertellen, bij dit dorp. Ja, dit is wat er tot nu toe is, maar het is me verteld dat hij bijna af is. Ik ga niet zomaar ineens iemands dorp inlopen. Ja, ik ga een Kingdom 2 video maken van jouw dorp. Nee, ik vraag eerst of je het zodanig af
hebt gemaakt. Of dat je het nog wat wil veranderen ofzo. In ieder geval, Telluviaanse vlag. Mooi, mooi, mooi. En dan lopen we gelijk naar de andere kant van dit gedoetje. En dan laat ik jullie de haven zien die hier is gemaakt. Heb ik nog niet gezien trouwens. Ik kwam hier compleet blank zonder script in. Ik doe nooit een script hoor. Dit is trouwens de muur met Johnny M. G. Smith textpack. En dan lopen we gewoon verder naar de haven. Dit is de haven. Er komen denk ik nog een boot in en zo. Dit is dan vooral het stuk wat gewoon nog niet af is. En het is gewoon eigenlijk, ja, het is een havendeel. En zoals je dat nu zo hier zo ziet. Het ziet er best wel cool uit als je dan hier aankomt. En dan zie je die toren daarachter. Dat vind ik wel fijn. En dan heb je hier denk ik gewoon nog een random huisje. En dat is het denk ik wel voor dit stadje. Ik ben bang dat ik het niet allemaal heb kunnen laten zien. Ik wil dan nog één bovenaan zich laten zien. Even eventjes om het cool te laten lijken. En dan is deze Kingdom video alweer ten einde. Dus jongens, als je dit nou leuk vond, laat een like achter. Subscribe voor meer Kingdom video's. En dan zie ik jullie de volgende keer in een nieuwe Kingdom video. Later.